Hallo kijkers en kijkerinnen, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon. Pokémon Blazing Emerald om precies te zijn, de derde aflevering. We hebben de vorige aflevering de eerste gym gehaald. Het is weer donker buiten, dat komt omdat ik het 's avonds opneem, denk ik zomaar. Ik ben heel erg benieuwd wanneer het licht gaat worden in de game. Ik ben benieuwd of het... zo geprogrammeerd is dat het ook echt op tijd gaat. Want als het zo is, het is nog niet zoals bij de nieuwere games. Dat het om 8 uur pas donker is. Want ik neem nu iets voor 7 op. En het is al donker in de game. Dus ik ben benieuwd wanneer dat... of ik dan echt overdag. Dus voor 6 uur of zo moet zijn om het licht te hebben. Maar dan moeten we maar eventjes kijken. Oh, it's you! You're that fantastic trainer who helped me in Paddleburg Woods. Dat klopt, ja. Toen kreeg ik nog zo'n great ball van jou. Help me, I was robbed by Team Aqua. I have to get the Devon Goods back. If I don't, I'm going to be in serious trouble. En is dat mijn probleem? Nee. Maar goed, we kijken wel even. Wat voor Pokémonnen kunnen we hier vangen? Dit is een Mareep. Die had ik hier niet verwacht, als ik heel eerlijk ben. Maar wat ik al eerder had gezegd, is dat ik ga proberen alleen maar Pokémons te gebruiken die aangepast zijn. Dus Regional Variants. Hoenian Forms. Zo noem ik ze in ieder geval. My Bug Pokémon are tough. Let's battle. Oké. Kom maar op met je Bug Pokémons. Bug Catcher Joes. Met een Wurmple. Die Wurmple die durf ik wel aan hoor. Wij doen gewoon Confusion op die Wurmple. Niks willen doen. En een Ninkara. Nou, daar durven we ook gewoon even Confusion op te doen. En dan is Ninkara ook een gone. Hotse vlot, adios met jou, vuile Ninkara, mevrouw. Ik weet echt niet of het een mevrouw was, heb ik niet naar gekeken. Ik vond het nu even een mevrouw. Ligt hier een steen, zonder item erin. Ik wil die battle ook nog wel even doen, maar eerst even kijken welke wilde Pokémon dit is. Het is een Quality Pooch. Ik vraag me nog steeds af waarom ze hebben gekozen om alleen maar Gen 4 muziek te doen, maar... misschien krijgen we dat nooit te weten. Even kijken. Dit is... Youngster Joey. Hey, Youngster Joey met een Machop. Hallo, Youngster Joey met een Machop. Confusion. Dan is het Machop Gonzo. Wow, yo, hoe durf jij mij laag te schoppen? Ik ben benieuwd in wat voor dingen we deze aflevering allemaal gaan lopen. Level 17, kaboom! Nice. Signal Beam, oké, dat is volgens mij best een oké aanval. En een bug aanval. Oeh, dat is een hele goede aanval. Oh, dat is een top aanval, oké. Double Team, die ga ik toch niet gebruiken. En poef, de Venonat heeft Signal Beam geleerd. Jongste Joey is gedefeat. Ah, het is volop trainertjes verslaan op dit moment, maar dat is op zich niet erg. Daarvan krijgen we levels en wellicht wel in binnenkort evoluties. Deze Mareep gaat dood. Door middel van mijn Confusion. Ik breng hem in de war. Ja hoor. Oh, dat was een crit. Ik ben benieuwd wie ook dood zou zijn als het geen crit was. Maar dat maakt het allemaal niet uit, want we hebben gewoon deze Pokémon verslagen. We walsen er op dit moment doorheen. Dat zal echt niet de hele serie zo zijn. Maar op dit moment gaat het prima. En double battles, daar hou ik van, zoals jullie weten. Even kijken. Deze twee mensen. Het is Hiker Clark en Youngster Johnson. Met Judude en Shroomish. Ik heb Solosis en Venonat. Nou, dan gaan we met Solosis doen we Magical Leaf. En dan doen we Signal Beam met Venonat. Nou, de Shroomish is gone zo. Heel ziek.
Oeh, hij heeft nog een Pokémon. Reloaded. Low, 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 dead. Low, 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 dead. De signaal beamen gewoon nog een keer, hoor. Fijne aanval om geleerd te hebben, top. En Venonet, level 18. Het is wel duidelijk dat Venonet minder XP nodig heeft dan Solusus. En we gaan gewoon door. Hiker Devon heeft een Geodude. Ik heb solo zit met magische blaadjes. Ze hebben wel echt pop Pokémon, daar hou ik wel echt van. Misschien tenminste een beetje op. Solo is ook level 18 op zijn flotse. En nog een Geodude, ja hoor. Blijf jij maar met Geodudes strooien, dan heb ik geen kind aan jullie. Kijk, wat te vlot. Nou, leuk dat je meedeed, Hiker. Volgende keer bij ons. Nou, Pico kwijt. Oh, what am I to do? We were on a walk, Pico and I, when we were jumped by an odd tuck. Ik vraag me af wanneer het dan echt anders gaat worden, want dit is tot nu toe nog echt helemaal hetzelfde als Emerald. Ik heb wel een pocketbal gevonden. Alleen de graphics zijn wel iets anders dan de normale Emerald, hoor, dat wel. Kom vechten dan, vuile witch! Ik ben benieuwd wat voor... Oh, hij heeft maar één Pokémon en het is een Quality Pooch. Magische blaadjes. Magische blaadjes. Geweldig, betoverend. Eindeloze blaadjes. De Devon Good. Kaboom. Lekker man. Nou, dan komt die dude met zijn Pico. Dat is Pico, ja. I'm glad to see you're safe. Dankjewel, Mr. Briny. Pijo! Oh, eerst een Wishmer. Oh, twee Wishmers? Wat? Gewoon twee Wishmers tegelijk. Hey, een Pokéball. Met een X-Special. Een item die nooit iemand gebruikt. Kaboom. Kunnen we mooi verkopen voor monies. Hey, ik kan dit huisje in. Fendenturf. Niet zo interessant huisje, oké. Okay. Pam, param, pam, 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 parada. Nou, hier heb je je Devon Goods. Oh, ik krijg weer een fantastische bal. Die zo great is dat het een great bal is. Oh, dan word ik meteen meegenomen naar Steven Steen. I'm Mr. Stone, the president of Devon Corporation. Dat wist ik. Hallo meneer Steen. Oh wacht, dit is niet Steven. Dit is de vader van Steven.
een andere steen. Ik krijg ook een Poké Navigatie. Nice. Dan weet ik in ieder geval bij welke rotonde ik hoe ik links af moet slaan. En ik word geheeld. Dat was niet per se nodig. Maar dankjewel. Och, rennen in gebouwen is fantastisch. Verhaallijn sowieso nog niet heel erg anders dan de normale Emerald. Maar dat is op zich niet erg. I've been developing an added feature for the PokéNav. And it turned out great. May I see that PokéNav? The one the president gave you. There you go. I added a new feature named Magical to your PokéNav. Okay. Ik moet de dude bellen, de president. Ik bel de president wel. Stone. Oh, Milan, since you called me, the PokéNav must be working properly. Other people will be registered, so try calling them up too. Okay. I'd be better back to work. Ga jij maar terug naar werk, dan ga ik waarschijnlijk tegen mee vechten. Ik moet eventjes kut halen. Mocht ik die nodig hebben, dan heb ik hem in ieder geval in mijn party zitten. Of in mijn bag zitten. Ja, dankjewel. Nou mee, laten we vechten. Ja, zat ik niet echt op te wachten. Oeh, ik heb mee en mijn PokéNav. Wel ja, laten we battelen. Als per se moet mee, dan doen we dat. Een Pikachu! Oeh, level 15 Pikachu. Kijk, we krijgen wat tegenstander. Hij doet ook ijzerstaart op mij. Hij doet even normaal Pikachu. Fansvel. Verdorie. Oeh. Die Pikachu is goed. Daar ben ik niet zo heel erg bij mee. Oké, okay, hij is wel dood. Ben dan net level 19, heel ziek. Eevee. Nou, de Eevee gaan we ook gewoon in de war laten brengen door mijn Confusion. Oké, okay, de Solosus is dood. Nou, gaan we het afmaken met de Venonette. Doe maar mijn signal in. Hier, jongen Eevee, dood jij. En 3000 monies. Oh, by the way, Mr. Briny, who I just passed, moved to here. Oh ja, ik moet naar Mr. Briny om de deal voor te kunnen. Eerst eventjes in de Pokémon Center onze Pocket Monsters healen. Oké, okay, de Pocket Monsters zijn geheeld. Laten we nu snel verder rennen. Oké. Pam, 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 pam. Ik dacht dat hier ergens iets zou zitten dat ik daar doorheen zou kunnen, zeg maar. Oh. Wat een raar liedje. Oké, okay, leuk liedje, doen we niks mee. Hmm.
vraag me echt af wat we er dan eventueel mee zouden kunnen. Deze Venonat hebben we al. Die hebben we niet pas net, die hebben we al sinds vorige aflevering. Een wormige pol. Hij is helaas niet paars. Okay. Briny, breng me naar maar lekker naar Dewfortoo. Hold on, lads. Wait up, Pico. Ik heb jou geholpen, dus nu help jij mij met het vinden van. Oh, gelukkig hebben ze dit liedje wel gehouden. Hallo, ik zit hier te vipen en dan word ik gebeld door mijn dad. Dus even normaal. Hé, hey, die sunken ship was weg, of niet? Of zit die pas verder? Die zit denk ik pas verder. Ah, ahoy! I've hit land at Dewford. Dankjewel. Dewshire Beach. Wacht, Dewshire Beach? Is dat hier? Kijk, de bomen zijn hier in ieder geval anders. Ziet er wel echt anders uit. Oeh, hier, Dewshire Beach. Dat is nieuw. Maar eerst wil ik eigenlijk, als het kan, zo'n rot. Maar normaal staat die gast altijd buiten, maar hij stond nu niet buiten. Liedje is ook interessant. Dewford Town. En dan hebben we hier Dewshire Beach. Dit is nieuw, kaboom. Wat kunnen we vangen? Een Swablu. Oké. Wel benieuwd. Misschien dat er hier nog een andere vette, coole Pokémon is. Een Paris. Daar wordt niemand vrolijk van. Nog geen goede Pokémon. Een Weedle. En met dit meisje praten? Skorupi? Er zijn dus ook Skorupi's hier blijkbaar. Dit is een Pokémon die we hier al hebben gehad. We lopen zo wel even verder, maar volgens mij is er verder op overal. Kakuna? Kakuna, tada! We lopen hier wel even verder. Oeh, zij heeft een Skitty. Hallo mevrouw met Skitty. Hey, twee Wingles. We kunnen volgens mij wel checken door die ene item die wij hebben. Komt in de Pokédex? Ja. Dexscan. Ja, er zijn hier nog 3 Pokémons die we nog niet hebben gezien. Dus dat is wel interessant om even in ons achterhoofd te houden. We hebben nog Nightball. Hier is een huisje, laten we daar eens in gaan. Dewshire Power Gift Shop. Bye. Huh, berry juice. 100% pure juice. Oh, 20 points. Dat is niet zo heel goed. Hier kan je soort van healen, denk ik. Hier vechten 2 mensen tegen elkaar. Ik ga eerst eens even die Pokéball pakken die ik net zag. Dit vind ik echt leuk om dit nieuwe dingen te exploren. Dat er wel veel hetzelfde is, maar niet alles. Dat vind ik echt leuk.
Oh, die moet ik echt omheen lopen. Oké. Okay. Ja, daar was Scroopy. Geen bijzonder Scroopy helaas. Vooralsnog geen bijzondere Pokémon's. Geen additions voor ons team in ieder geval. Maar wel een Pokéball. Een Rare Candy, dat is altijd leuk. Die Azure wil ik. Helaas. Die Azure wil ik trouwens niet, want die is te normaal. Och, Paris. Ja, ze hadden jou al mogen deleten uit deze game. Helaas. Volgens mij hebben we twee Pokémon nog niet gezien, maar is niet zo erg. Zou dit een battle zijn waar ik aan mee moet doen? Nee? Oké. Okay. We kunnen nog verder naar beneden, holy shit. Oeh, daar is iemand met een paarse hoed. What's the problem? Don't you want the Pokémon on this beach to be happy? Think of how much better off they would be with more land. Wow. Blake heet hij, oké. Okay. If you think terrorizing the locals and scaring away Pokémon is making anyone happy, you lot are even more delusional than I had thought. Listen here, chump. If you want to interfere with our with official Team Magma business, you're in for a world of hurt. You don't stand a chance against the two of us. Oh, maar daar ga ik wel aan helpen. Kom vechten dan, bitches! Hallo? Ik wil je wel helpen. Oh. Ik laat ze allebei meedoen natuurlijk. Rurkrow, Sneasel en Houndour. Oké, nice. Oké. Dat zijn wat hogere levels dan dat ik gewend ben. Oh, wat fijn. Ik speel niet met een noob. Dat is fijn. Alleen nu doet hij natuurlijk wel confusion op die Kuchana. Dat is wel minder. Wow. Die Teddy Ursa is vet. Die Teddy Ursa is vet, ik ben er gewoon stil van. Hij heeft een soort zon op zijn hoofd. Ik ben wel benieuwd welk level die Teddy Ursa was. Volgens mij is dat normaal niet. Er is iets met de type chart ook anders. Normaal moet je volgens mij wel gewoon psychische aanvallen kunnen raken op Dark Pokémon. Wel een normale Nuon, oké. Okay. Hij is ook ground, maar hij is ook fire natuurlijk. Oh, die wil damage. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd of je die Teddy Ursa hier op dit strand kan vangen. What? You haven't seen the last of Team Magma, you hear me? Thank you for you stepping in. Intensive battling for someone who's so young. Dankjewel. Ik ben een meester. Een Pokémon meester. Okay, right, hij is gone. Blake. Geeft hij me dan... Ah, zie je? Hij geeft me een... Oh, een White Flute. Ik dacht, hij geeft me een rod. Ik ben niet gescamd. Ik wil hier nog wel even kijken of hier een Teddy is, maar ik denk het zo maar niet. We kunnen nog heel even op de Pokédex kijken.
Want we hebben Teddy Ursa nu wel in de Pokédex staan. Dus dan zou die er ook bij moeten staan als je hem hier kan vangen als het goed is. Oh. Nee, hij staat er niet bij. Oké. Okay. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Laten we deze Pokémon nog even pakken. Een Pearl, die kunnen we goed verkopen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Pokémon Emerald of Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos.